Goedemorgen, dames en heren. Hartelijk welkom in Utrecht. Het doel van deze dag en van deze campagne is ervoor zorgen dat de milieu-impact, de geluidsimpact en de klimaatimpact van vliegen in Nederland, laten we daar maar eens mee beginnen, dat is nogal moeilijk genoeg denk ik, wordt verminderd. En dat willen we vooral doen door te starten met het scherp krijgen en helder krijgen van alle feiten, mythes en andere computermodellen en computerberekeningen die er bijvoorbeeld zijn, die toch maken dat het gesprek, de besluitvorming en het maatschappelijke debat over vliegen heel ingewikkeld is geworden. Eind van deze eeuw moeten de broeikasgasemissies, wil je die halen, toch wel ongeveer naar nul met z'n allen, dus voor alle sectoren samen. En daar zit een probleem, want de luchtvaart staat niet in het akkoord. Hier hebben we de uitstoot in de wereld van CO2. Het gaat nu even over de hele wereld. En hier van 1990 helemaal naar het eind van de eeuw, 2100. En dit zijn de te verwachten emissies van de luchtvaart. Die zullen dus ten opzichte van nu ongeveer 5 keer zo hoog worden. En dat is het gevolg van het feit dat we in de hele wereld samen ongeveer 9 keer zoveel gaan vliegen. En dit is het probleem. Want dit hebben we afgesproken, dat is die 2-gradenlijn. En eigenlijk willen we dit. Nou, u ziet het, welke groei we ook krijgen, optimistisch, pessimistisch, we gaan dat niet halen. Dus er zit een heel groot conflict tussen ons klimaatbeleid en wat de luchtvaart op het ogenblik aan het doen is. Dit is even voor de 3000 voet, dit is dus 900 meter. Wat we wel zien is, er wordt heel veel 900 meter gevlogen. Kilometers lang. Dat is laag hoor, 900 meter. En dat de visie die uitgesproken wordt is de scheiding van verkeersstromen, dus vliegverkeer, die optimale verkeersstromen faciliteert van de mainpoort gebonden verkeersstromen. Gebonden, dat betekent wat die staat, het vliegverkeer van en naar Schiphol is super belangrijk, dat moet heel efficiënt gebeuren, er mogen geen vertragingen. En Schiphol, door deze constructie kan je dus gewoon netjes zo, je vliegt zo, die banen. En dit zou Lelystad kunnen zijn. Lelystad ligt daar zo'n beetje onder dat dakje van Schiphol. Dat is de visie ook, hè. Taal besturen, hoe krijg je grip op geluid? En daar heeft uit de vorige presentatie begrepen dat het best lastig is. Luchtvaart produceert geluid, en met idee van velen te veel. Maar laten we vooral niet vergeten dat er nog veel belangrijker misschien effecten zijn als het gaat om gezondheid, fijnstof, uitstoot van fijnstof enzovoort. Dus we hebben het eigenlijk over de gezondheidseffecten of de invloeden op de leefbaarheid van een luchthaven. En in dit geval met name Schiphol. Carriers die zijn zo opgekomen, die zouden dat nooit hebben kunnen doen zonder die liberalisatie in Europa en zonder de Europese eenheidsmarkt. Want die zijn buitengewoon flexibel. Hè? Je had bijvoorbeeld in Engeland Ryanair, die vloog tussen Engeland en bepaalde gebieden in Polen, waar veel omdat er veel Poolse arbeiders in bepaalde regio's in Engeland woonden. Maar als aan het eind van het seizoen die arbeiders naar Polen teruggingen, omdat seizoenarbeiders waren, werd er dus niet meer gevlogen. Nou, en dat kon allemaal, of dat kan allemaal. Dus, maar dat betekent ook, omdat er in de lucht eigenlijk geen capaciteitsgebrek is, op vliegvelden wel, hè, op Schiphol is dat dus duidelijk. The past 40 years, particularly since deregulation in the 90s, the fares have come down like crazy. Maybe they've come down from 400 to 60 or something like that, 5 times reduction. How much of that reduction has gone to governments in form of taxation question? Almost nothing. I think the answer is actually nothing. And how stupid. The industry's grown like crazy, right? And the fares have come down like crazy. And governments all around Europe have been sitting there and taking nothing. It's a bit like Amazon and Facebook. They've all grown like crazy and they pay no tax. And we think about a digital tax, right? Why don't we think about an aviation tax? De manier van
gewoon aanvliegen. Nou, dat is toch wel de bedoeling is dat men in glijvlucht komt aanvliegen. Dat gebeurt ook, maar dat gebeurt best wel. Ik heb een oud piloot daarover gesproken van de Transavia. En zei van ja, het aanvliegen in glijvlucht naar Schiphol, dat is best wel lastig. Dat de luchtverkeersleiding vindt dat toch een beetje, toch wel moeilijk. Fijn dat jullie hier allemaal weer zijn, na de lunch. Jullie zijn uit het hele land gekomen en ik ben eigenlijk wel benieuwd of alle gebieden rondom luchthavens, of die nu zo ongeveer vertegenwoordigd zijn. En misschien dat we dat even kunnen checken, wie komt uit de regio, zeg maar, Groningen, Drenthe? Ja. 3, 4 vertegenwoordigers. Wie komt helemaal aan de andere kant, uit de regio Maastricht? Ook 2 vertegenwoordigers. Wie is hier vanuit de regio, nou, zeg maar, Vliegveld Rotterdam? Dat zijn er een stuk of 5, 6. Hebben we dan Vliegveld Eindhoven? Daar zijn er ook 2 vertegenwoordigers van. En dan hebben we nog Vliegveld Schiphol in Amsterdam. Alternatieve brandstoffen. Kunnen we iets anders doen? Kunnen we met biobrandstof vliegen? Ja, dat kan. Technisch gezien kan dat gewoon, daar is aan zich niks mis mee. Of je voldoende van het spul hebt en of je het op een voldoende duurzame manier kan maken, dat is natuurlijk even een hele grote vraag. En dan kom je eigenlijk, ga je dan proberen hetzelfde spul te maken of iets wat heel erg lijkt op kerosine. Alternatieve configuraties, kunnen we iets nieuws doen? Nou, dat kan best, dat kan best. Dit zou bijvoorbeeld kunnen, dat is ook weer een stuk efficiënter. Of dit, de zogenaamde blended wing body, waar vleugel en romp in elkaar overvloeien. Dit is aerodynamisch gezien weer een stukje beter. Kan technisch gezien allemaal. Wat kunnen we wel doen? Nou, ik denk dat er gewoon nog veel meer onderzoek en ontwikkeling nodig is. Dat moet gewoon doorgaan, wij moeten gewoon beter worden. Maar we hebben meer nodig. Wat we ook nodig hebben is, die oude vliegtuigen die moeten er gewoon sneller uit. Je moet echt denken aan ja, snellere vlootvernieuwing. En dan niet alleen maar uit in de zin van in Nederland eruit, maar gewoon echt uit de wereld. Dus niet verplaatsen naar donker Afrika of zo, want dan los je het probleem niet op. Je moet ook gaan kijken. Doen. Wij moeten zorgen dat er sterkere stimulansen komen. Dat kan uit wetgeving komen, maar ik denk dat dat ook met name moet komen uit de maatschappelijke druk. En als er een gamechanger komt, dan denk ik dat die uit de maatschappelijke druk gaat komen. Dus daar komt die van u vandaan. En dan als laatste, we moeten toch ook iets gaan doen aan die groei. Die groei moet beperkt worden. Dit kan gewoon niet oneindig lang gewoon doorgaan. Daar moet gewoon liefst toch echt wat af. Je kan natuurlijk zeggen, ik kan nog 2 jaar uitstellen, ik kan nog 10 jaar uitstellen. Maar op een gegeven moment wordt gewoon het schip door de wal gekeerd. Nou, dit zijn wat mij de dingen die we allemaal kunnen doen. Ik concentreer me namelijk met name op die bovenste. Ik hoop dat jullie allemaal mee kunnen helpen aan die anderen. Dankjewel voor de aandacht. Wat zou de politiek kunnen doen om alle mensen die hier in de zaal zitten, dus alle mensen, niet ongeveer de helft, te verleiden om in de trein te stappen naar Madrid of naar München of Berlijn, in plaats van om daar met het vliegtuig naartoe te gaan? Oké. De politiek, daar heb je het probleem te pakken, want de politiek, het vigerend beleid is echt niet in treinen investeren, dat is gewoon asfalt en luchtvaart en kerosine, fossiele industrie. Dus dat is een gevecht. Verleiden doe je met stok en wortel, heb ik geleerd. Dus de stok is de industrie slaan en de wortel is de consumenten verleiden. Dus dat is voor een deel zijn dat fiscale maatregelen, investeringsmaatregelen. Ik vond het leuk die eerste stelling, hè, dat was die verplichting. Ik denk inderdaad dat moet je verplichten. Alleen die verplichting moet je niet aan jullie opleggen, die verplichting moet je aan de overheid opleggen. Dus de overheid is verplicht goed vervoer, wat duurzaam is, aan te leggen. En dat is een. Dus ik denk in de komende periode, als bewonersgroepen laat van je horen, maar zorg ook dat je gemeente een heel helder standpunt laat horen. Dat ze echt zeggen van geen laagvliegboetes, geen tussenoplossingen. Eerst die herindeling van de luchtruim en dan weer verder zien. Oké, ik ga als iemand kiezen tussen investeren in wegeninfrastructuur of in treininfrastructuur, waar kiest u dan voor? Wij hebben gezegd dat ons programma dat we echt groener moeten, dus dan is dat echt trein.
En waar we eigenlijk op gehoopt hadden en zien dat dit kabinet dat niet doet, is dat je niet alleen wil dat de Randstad goed bereikbaar is, maar dat we ook het noorden. Want als ik in anderhalf uur of in een uur door een snellere verbinding vanuit het noorden naar de Randstad, dan gaan ook veel meer mensen daar wonen. En dan heb je niet dat we met z'n allen op een kluitje zitten. Dus wat ons betreft zouden wij inderdaad in die andere infrastructuur dan alleen de wegen investeren.